Wat voor mij belangrijk is, is levendigheid ervaren. Dus levendig in mijn eigen lichaam. Levenslust, passie, geur, voelen, geluid, zien. Ik ben ontzettend nieuwsgierig. Ik ben nieuwsgierig naar waar eigenlijk het gebeurt. Dat is iets wat ik van jongs af aan altijd gedaan heb. Van jongs af aan zat ik altijd op de verkeerde plekken volgens mijn leraren en mijn leerkrachten. En ik herken dat bij mijn jongste zoon Gijs. Die is ook op de plekken waar de energie aan het schuren is. Waar de mensen in spanning zijn, in uitdaging zijn, zelfs in gevaar zijn. Want daar is veel te ervaren. Daar is veel te voelen, daar is veel te horen, daar is veel te ruiken. En ik hou enorm van wat er te ervaren is aan impulsen. Ik ben iemand die ontzettend kan bruisen. Ontzettend op kan gaan in golven van plezier. Van enorm rennen en daar plezier in voelen. Enorm zingen vanuit volle borst en daar plezier in voelen. Lachen, spelen, samen zijn en uitwisselen. Ik ben een luchtwezen, want ja, ik ben weegschaal. Van astrologisch teken, maar een luchtwezen, een lucht dient in beweging te zijn. Ik weet nog goed dat ik op school altijd vooraan, zeg maar, was met een spreekwoord geven of een toneelstukje doen of een spel verzinnen of een groep meenemen. Het voortouw nemen in plezier maken en uitwisselen met elkaar, waardoor ik absoluut vergat dat op school je moet leren en bepaalde vakken moet eigen maken en dingen moet herhalen, dat is iets wat ik vergat. Want ik was veel te geïnteresseerd in die levendigheid om me heen. Zo erg dat ik ook merkte van, ja, ho, eens even, op school word ik beperkt. Moet ik achter een bankje gaan zitten, op een stoeltje gaan zitten en braaf schrijven. Waar ik voelde van, dit past niet bij mij. Hier, een deel van mij gaat dan dood. En dan ging ik dagdromen en dan ging ik andere dingen doen. Ik ging een uitweg zoeken. Ik ben zelfs op jonge leeftijd van mijn 7 jaar ben ik van de basisschool afgegaan. Het heeft 7 dagen geduurd en toen hebben ze mij weer opgepakt en teruggezet van dit kan niet, Koen, zo hoort het niet. Dus ik heb altijd gezocht naar andere wegen binnen deze maatschappij om die levendigheid te kunnen ervaren. En daarin ben ik eigen gereid, heb ik al heel snel verschillende scholen doorlopen waar ik op een gegeven moment merkte van, ja, dit level vond ik leuk, tot hier heb ik echt plezier in gehad. En nu gaan er dingen gebeuren die mij beklemmen, die bij mij niet goed voelen. En dan, ja, dan krijg je natuurlijk van iedereen goed advies. Maar ik heb altijd van binnen gevoeld van, dit klopt voor mij niet, hier sterf ik een stukje als ik dat ga doen. Dus ik heb veel scholen niet afgemaakt. En in deze maatschappij word je dan gezien van, ja, dan ben je mislukt, want je hebt geen diploma's. Maar ik zie het anders. Ik heb zoveel ervaring gehad in al die scholen, dat ik ook zoveel kan en mogelijkheden heb. En het enige wat er eigenlijk nog overbleef in deze maatschappij is sowieso een eigen bedrijf beginnen. Want in een eigen bedrijf kan ik precies bepalen wat ik in gang wil zetten. Wat ik wil leren. Wat ik wil ervaren, wat ik wil doen, waar ik mijn passie voor in kan zetten, met welke mensen ik ga samenwerken en hoe wij iets kunnen, ja, bouwen, iets samen kunnen creëren. En in die periode dat ik dus, ja, nou, ik denk 1 jaar of 10 mijn eigen bedrijf had, was er een moment waar ik echt voelde van, ja, er is iets in mij nog niet compleet. Ik mis iets. Ik als Koen, als man, mis iets. En dat was absoluut eigenlijk de binding met mijn vader. Oftewel, vadergevoel, mannengevoel. Van hoe is het nou eigenlijk om een man te zijn? En toen kreeg ik een artikel te lezen over een training, over mannentraining. De reis van de man. Waar ik van denk van, hé, hier word ik geraakt. Hier gebeurt iets. Hier wil ik weer op onderzoek. En ik mag uit deze westerse maatschappij opeens een wereld binnen, waar ik in contact kom met inheemse bevolkingsrituelen, de zweethut, de vuurloop, ayahuasca-ceremonies, groeperingen die samen in strijd gaan, maar niet om competitie aan te gaan, maar om de krachtmetingen te doen die je nodig hebt als man. En daar is in 1 speciale zweethut is er iets gebeurd wat ik moeilijk kan omschrijven in normale termen.
In zo'n zweethut zit je dus in zo'n donkere wilgetenen hut, bedekt met dierenhuiden, met een groep van, ja, ik denk dat we 15 mannen waren. Op dat moment was ik co-trainer in die training. En in die zweethut kwam een energie tevoorschijn die van de hele groep eigenlijk was. En het was een hele donkere, zware energie. En ik voelde dat die mij beklemde en mij kleiner maakte en mij zo erg beklemde dat ik daar zo angst voor kreeg, paniekaanvallen, dat ik ook begon te vloeken van, nou ja, dat is het enige wat je niet mag doen in een zweethut, vloeken, want dan is er iets aan de hand en die klopt. Dus gelukkig, degene die die zweethut leidde, die had dat in de gaten. En wat met mij gebeurde, ik moest naar de grond en ik moest me vastgrijpen in de grond. Ik moest mezelf met mijn tanden vastgrijpen in de grond, want er kwam door mij een energie naar buiten die te groot was om aan te kunnen. Alsof er vuur uit mijn mond kwam, alsof ik een geboorte via mijn mond moest laten gebeuren. Ik moest me daaraan overgeven. En ik was zo bang. Ik was zo bang als een klein kind. Ik was in paniek. Maar ik voelde ook dat het kon. Dus mijn lichaam kon dat doen. En er gebeurde iets. Er ging iets los uit die hele groep. Het leek alsof de hele ellende van die groep via mij eigenlijk de aarde inging en op werd genomen. Toen ik daar uit die zweethut kwam, toen keek ik ook, toen had ik een beschadiging aan mijn knie. Gewoon een schaafwond. Maar ik voelde mij zo schoon. Ik voelde mij zo vrij. Ik was zo tot rust gekomen. Dat er een last van mij af was. Maar van de hele groep was er een last af. Daarom besef ik, er is veel meer dan dat wat ik zie. Er is veel meer aanwezig dan wat ik te horen krijg. Wat ik te vinden krijg. Dus mijn interesse om dit te onderzoeken, die rituelen te onderzoeken, om die ceremonies te onderzoeken, wat gebeurt daar werkelijk, wat is dat voor een wereld waar je mee in contact komt, was toen enorm aangewakkerd. En ik ben al die culturen, ik heb hier nou een fantastisch mooi boek gevonden, dit. Before They Pass. Als je die foto's van die volkeren ziet, dan zie je daar een enorme kracht in. Een daadkracht, een wilskracht, ervaring, levenservaring, waar ik zo'n contact mee maak van, dat wil ik ook ervaren, want ik herken het. Mijn hart klopt daarin mee, mijn buik gaat daarin mee, mijn basis voelt zich heel krachtig daardoor. Het mooie wat ik persoonlijk heb meegemaakt na die zweethut, toen gingen wij voor een paar dagen op vakantie in Duitsland, in de bergen. En die wond die ik aan mijn knie had, die was gaan ontsteken. En die was zo sterk gaan ontsteken dat mijn been stijf was en dat ik er eigenlijk niet goed op kon lopen. Dus ik moest met een stok lopen. En ergens een keer op een dag in een ochtend, ik denk rond een uur of 4, 5, werd ik wakker. En ik moest de bergen in. En ik denk van Koen, wat voel je nou voor een gekke intuïtie? Ik moest die bergen in. En ik denk van, dat ga je toch niet doen met die stijve poot en je stok. Maar die drang was zo groot dat ik dat gewoon moest. Dus ik voelde dus roeping, noem het maar roeping. Ik kan er niets anders voor verzinnen. Terwijl ik daar die berg op strompel, merk ik opeens van, ik moet nu het pad af en echt die stenen op, want ik moet daar zijn. Waarom moet ik daar zijn? Met die stijve poot. Ja, en toch, die roeping was te sterk. Ik kon niet anders dan ernaar luisteren. En terwijl ik daar die stenen op loop en het volgende pad bereik, vliegt daar een rode wouw weg. En een rode wouw is eigenlijk de grootste roofvogel hier in het Europees Westen. Met een enorme spanbreed. En die vloog daar weg. En die liet zijn buit achter. En die buit was dus een Vlaamse gaai. En ik keek naar die Vlaamse gaai. Er was net één vleugel doorgeknipt door die rode wouw met zijn snavel. En die vleugel lag daar voor mij klaar. En die vleugel die was helemaal soepel. Was warm. En dat is deze vleugel. Vlaamse gaai. En die lag daar echt op een gespreid bordje van, zo, die is voor jou. Datgene wat je daar in die zweethut hebt gedaan, wat je daar hebt schoongemaakt voor die hele groep, dat heb je doorstaan, dat heb je aangegaan. En hier is voor jou een cadeau van moeder aarde, van de Vlaamse gaai. En ga maar eens lezen wat de Vlaamse gaai betekent. En zo ben ik eigenlijk in het shamanisme gerold. Want de omschrijving van die Vlaamse gaai, die raakte mij zo diep. Dat is een boodschapper tussen hemel en aarde. Dat is een vogel die is voor niemand bang. Voor de grootste arend is hij nog niet bang. En hij kan de meeste geluiden nabootsen. Nou, er zat zoveel waarheid in die omschrijving van die Vlaamse gaai, die ik gewoon zo diep van binnen voelde, dat ik, voor mij was er geen weg meer terug. Ik ga deze wereld ontdekken.
Ik ga in al die culturen ontdekken wat is er in die traditie, in die ceremonies, in die rituelen aanwezig, waar ik een binding mee heb, maar die ik ook kan aanboren om in te zetten voor ja, hetgene waar ik voor sta. Om met een groep mensen een andere ervaring te hebben dan de gangbare ervaringen die we hier in het Westen hebben. En waar ik zie waar ik in belemmerd werd, waar ik ook zie dat heel veel andere mensen in belemmerd worden. En ik heb gemerkt, nou, dat ik ben al 25 jaar eigenlijk aan het werk en training aan het geven die te maken hebben met deze cultuur. Dit gedachtegoed vanuit die volkeren, van, die is heel dicht bij de natuur staan. En wat ik merk is dat heel veel mensen in die trainingen van mij zo dicht terugkomen bij zichzelf, in hun eigen lichaam, dicht bij hun hart, dicht bij hun buik, dicht bij hun essentie, dat het meteen voelbaar is in de rust en de ontspanning die dat brengt. En een eigenheid waar je, ja, daar kan niets tegen om. Daarin komt heel duidelijk tevoorschijn dat je ergens thuis hoort. Thuis hoort hier op deze aarde. Thuis hoort in de aarde, het water, het vuur, de lucht. En dat je daar een onderdeel van bent. En dat je daar, als je daar je contact in verliest, en dat is een oud Indiaans spreekwoord, zodra de mens zich uit de natuur verplaatst, verhardt zijn hart. En ja, dat is iets wat ik ook wel kan onderstrepen. Zodra je je terugtrekt uit de natuur en uit de verbinding van andere mensen, verhardt je hart. En dan is het moeilijk om te voelen. En dan is het moeilijk om je essentie te voelen. En dan raak je uit contact. Dus voor mij zijn die woorden heel belangrijk, dat je in contact gaat. En dat je, als je in contact bent, dat je in beweging gaat met elkaar. In elkaars resonantieveld gaat ervaren en gaat voelen. Gaat uitwisselen. En dat je dan een gevoel kunt hebben van, ik hoor hier thuis. I belong. En ik denk dat dat het mooiste geschenk is wat ik kan doorgeven. Iemand het gevoel geven, dit klopt voor mij en ik voel me thuis. Met wie ik ben, wat ik kan, waar ik voor sta. Ja, dat is, daar zijn geen woorden voor. Dat dien je te voelen.